Hey Church, welkom bij een nieuwe avond. Niet een nieuwe aflevering van Church Draait Door, want onze teams zijn zich aan het voorbereiden om weer open te gaan in juli. Weet je wat zo mooi is? Er zijn zoveel mensen die zo hard werken achter de schermen. Productie, worship, media, communicatie. Maar heel veel andere teams zijn deze maand ook aan het klaarmaken om straks opnieuw open te gaan. Om diensten te kunnen hebben waar mensen fysiek aanwezig zijn. En natuurlijk wanneer we nog steeds zullen streamen naar al die anderen die er niet bij kunnen zijn. Als wij vanavond gaan kijken, dan zullen we gaan duiken in de archieven van ons als kerk. En niet zomaar, het is iets waarvan ik geloof dat het iets tijdloos is. Een boodschap van God voor ons allemaal, ook voor vandaag. Dus ik wil dat je je klaarmaakt om mee te gaan terug de tijd in waarin Pastor Corrie Williams bij ons was. Hij sprak over datgene wat ook vandaag de dag heel relevant is, dat we ons klaar moeten maken voor het werk van God. Niet per se dat we moeten wachten op wat God gaat doen, maar dat we onze verantwoordelijkheid mogen en moeten nemen en zeggen, Heer, gebruik mij, maak mij klaar, help mij om uit te stappen in datgene wat u voor ons heeft. Prepare was zijn boodschap. En laten we ons klaarmaken voor een krachtige avond. Ik zal je beloven, dit wordt zoiets moois. We gaan met elkaar genieten. Pak je koffie erbij, pak je notebook erbij en get ready. Je zal verrast worden door de krachtige boodschap die zo relevant is, ook vandaag. Dus maak je klaar voor deze bijzondere avond. Hartelijk welkom geven aan Pastor Corrie Williams van de USA. Pastor Corrie, it's great to have you with us. Fantastic. It's a joy, it's an honor. God bless you, God bless you. Good morning, good morning. Goedemorgen. City Life, what's up? Hoe gaat het? Amen. God is good. You can be seated. God is goed. Ga lekker zitten. Excited about being here with you guys on today. Ik ben zo enthousiast om hier met jullie te zijn vandaag. I've been praying about this moment. I've been praying about this day. Ik heb gebeden voor dit moment en voor deze dag. And I'm convinced that God has something in store for you guys. En ik ben overtuigd dat God iets heeft voor jou vandaag. Do you come with expectation? Ben je met verwachting gekomen? Do you come hungry? Ben je hongerig? Amen. For the word of God. Just quickly, because my clock is already down to 36 minutes. Mijn klok heeft nog maar 36 minuten. I already lost 4 minutes. Remiss without honoring the pastor of this house. En toch, ik zou het niet willen missen om de pastor van het huis te willen Matilda. Eren. Erold en Matilda. Amazing people. Geweldige mensen. The scripture says, give honor where honor is due. De Bijbel zegt, geef eer waar eer verdiend is. We give all glory to God. We geven alle eer aan God. But it's okay to honor men. Maar het is ook goed om mensen eer te geven. And I've had the opportunity to spend the past couple of days with him, and he's really filled me up. En ik heb de mogelijkheid gehad om een aantal hele goede dagen met ze door te brengen. En het heeft me gevuld. I know I came here to fill you guys en ik ben ook gekomen om jullie but te vullen. He's already filled me up. Hij heeft mij ook gevuld. So I'm ready to go back home. Dus ik ben klaar om weer naar huis te gaan. City upside down. En om mijn stad te veranderen. so thank you for the opportunity, sir, to come and minister in your house on today. Dus dank u voor de mogelijkheid dat ik hier mag zijn vandaag om jullie huis te mogen bedienen. Okay, so I'm gonna give my translator about 3 minutes. En ik geef mijn vertaler 3 minuten. To catch up with me, to kind of get a feel for my flow. Om een klein beetje erin te komen. And we gonna get moving. En daarna right? gaan we echt serieus van start. We're gonna get moving we on gaan today. Van start. The Lord really put a word in my heart to share today, talking about the God of wonders. God heeft een woord in mijn hart gelegd over de God van de wonderen. How many miracles? Wie van jullie? How many you believe in the power of God? Geloof in wonderen en in de kracht Amen. Van God. That power is still available today. En die kracht is nog steeds vandaag de dag beschikbaar. In preparation for the message. En in voorbereiding om dit woord. God was really dealing with me with this city. Was God? Hij sprak door mij over deze stad. I had no clue. What was going on here? En ik had geen idee wat hier in Den Haag gebeurde. And just to be here today, maar om hier te to zijn be here vandaag, yesterday, en om hier gisteren I te really zijn, sense that God wants to do something in this region. Heb ik heel sterk het idee dat God in deze regio, door deze and through kerk your heen, leaders. En door jullie heen, watch this here. Doen. He want to make this church as an example. Hij wil deze kerk als for een surrounding stellen, areas. Voor de gebieden om ons for heen. You not to look to the USA. Niet zodat jullie naar Amerika not hoeven to te look kijken. To other big churches, of naar andere grote kerken. But that we will look to you. Maar dat wij naar jullie Come mogen on, do somebody believe that on this morning? En is er iemand die daarin gelooft? That God wants to use you guys dat God as jullie an example. Wil gebruiken als een voorbeeld. And so just to be here today, I really believe that my word is going to be on point. En ik geloof dat mijn woord iets is wat op dit moment op juiste moment God komt. Wants to share with van this wat house. God met jullie wil delen. And so I bring you honor from the states, from the USA. Dus vanuit de Verenigde from Savannah, Staten, Georgia. De groeten en de eer. Definitely excited to be here today. Ik ben heel enthousiast om hier te kunnen zijn vandaag. So let's go to work.
Laten we aan het werk gaan. Joshua chapter 3 verse 5 says, sanctify yourselves. Joshua 3 vers 5 zegt, heilig uzelf. Because tomorrow, want morgen, about this time, rond deze tijd, the Lord will work wonders among you. Zal de Heere wonderen doen onder jullie. Again, sanctify yourselves. Heilig uzelf. Watch this, because tomorrow, let op, want morgen, about this time, rond deze tijd, the Lord will work wonders among you. Zal de Heer wonderen verrichten onder u. Come on, somebody. So what he's saying is, Joshua told the children of Israel. Jozua zei tegen het volk van Israël dat God iets wil unimaginable gaan doen, among iets you. Ongelooflijks But onder in jullie. Order for him to do that, maar om dat te doen, you must sanctify yourself. Moet je jezelf heiligen. You must prepare yourself. Hij moet jezelf voorbereiden for what he's about to do. Voor wat hij gaat Is anybody believing God for something great? Die God is anybody believing God for breakthrough? Voor doorbraak? What the prerequisite is? En wat het voorafgaande that you is? Sanctify yourself. Dat is dat je jezelf moet the reinigen. Word sanctify simply means to set yourself apart. Dat is dat je jezelf apart to zet. To get ready for what he's about to do. Somebody shout, doen. I'm about to get ready. En ik hoop dat je geroept, Come on, ik ben shout, er klaar I'm voor. About to get ready. Ik ben er klaar voor. For what my God, voor wat mijn God is about to do voor mij in my gaan life. Doen in mijn leven. Come on, make it personal. In Maak my marriage. In mijn huwelijk. In my finances. In mijn financiën. In my health. In mijn gezondheid. In my vision. In mijn visie. In my dream. En in mijn dromen. In my heart. In mijn hart. I got to sanctify myself. Moet ik mezelf reinigen. Because heiligen. Tomorrow. Want morgen. Get that. Tomorrow. Want morgen. Not many days from now. Dat is niet heel not ver vanaf nu. Year, niet five volgend years jaar. From now, niet vijf but tomorrow jaar. About this time, maar morgen rond God's deze tijd. To do something great zal God iets you. Groots If you believe that, give God a shout Als je God gelooft, geef hem wat eer. If we're going to experience the wonder of God in our homes, want als we gaan ervaren wat dreams, de macht van God in onze in huizen, churches, in onze dromen, in onze kerk, in, in onze gemeenschap, we're going to have to push past everybody, dan moeten we langs al die dingen gaan duwen. Push past everything, we moeten overal doorheen drukken. Push past every thought, we moeten door de gedachten heen breken come up against what we're believing. Die tegen datgene komen wat wij you geloven. Got to push past it. Je moet het doorheen drukken. Some of you got some big lofty ideas. Sommige van ons hebben misschien Your grote gedachten. Huge. Gigantische dromen. The person next to you won't even believe what you're believing naast jou, die kan zich niet eens voorstellen waar jij gaat voor geloven. En jij moet tegenover door hun tegenstand heen drukken om jouw dromen waar te zien worden. It's a scripture over in Luke with the woman with the issue of blood. En het is in Lucas het verhaal van de bloedvloeiende vrouw waar de Bijbel schrijft dat zij zegt van zichzelf, als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, dan zal ik weer genezen. Watch this. She made up her mind, you guys. En let goed op, zij dacht voordat zij daar überhaupt was. I can't talk to him. En ze zei, ik I may can't have a conversation praten, with him. But if I can just touch the hem of his garment, zijn if I can push past the crowd, als ik alleen maar door die menigte heen kom, dan zal ik How many of you know that you're going to have to push past the crowd? En hoeveel van jullie weten push dat past the opposition, door dingen heen moeten push drukken, past your mistakes, door je fouten heen past your pain, door je pijn just heen moet, to touch the hem of his soms alleen maar om Jezus so zijn mantel te kunnen raken en genezen te kunnen worden. Laten we God daar eer voor geven. God of wonders. De God van wonderen. God of the impossibilities. God van het onmogelijke. You have to push past the crowd. Je moet door die menigte heen drukken. I want to give you a few things. Ik wil een aantal dingen met je delen. To take home with you today. Die je mee naar huis mag nemen. For you to experience. Voor jou om te ervaren. The God of wonders. Wat de God van wonderen in your situation. In jouw situatie. Number one. Nummer 1. You have to prepare yourself. Je moet jezelf voorbereiden. You would never experience the wonders of God. Dat je nooit de wonderen. If you don't prepare yourself. Je zal nooit de wonderen van God ervaren als je jezelf niet How many of you ladies in here ever had a child? Hoeveel van jullie dames hebben ooit okay. een kind gehad? You didn't wait until the baby came to prepare. Je had niet gewacht totdat die baby kwam, totdat jij je ging voorbereiden. You started getting ready months in advance. Maar maanden van tevoren begon je klaar te maken voor you dat started kind. Shopping. Come je on, somebody. Shoppen. You started decorating je the room. De kamer in you started buying onesies. You started buying Pampers. En Pampers te kopen. Because you knew that something was coming. Want je wist dat er iets ging komen. Your faith already told you that a baby is coming. Ja, je wist dat dat so dat I'm een baby act op weg like was. It now. Dus je ging nu alvast handelen. You don't wait till the baby comes. Je wacht niet tot die baby er is. To get ready, you get ready voordat now. Voordat het klaar gaat worden, je maakt je and nu klaar. God's about to bring something great in en your God life. Iets geweldigs in jouw leven brengen. En je moet now. Je er nu voor voorbereiden. Somebody shout, prepare yourself. En iemand zegt, bereid je voor. You got to prepare yourself now. You bereid je voor. Some of you ladies believe in God for a mate. Misschien zijn sommige van jullie dames wel God aan
geloven voor you een man. You have to prepare yourself. Bereid je voor. Some of you men are believing God for sommige a while. Van jullie mannen zijn you have to prepare yourself. Voor je vrouw. Don't je wait voor. Till she come. Wacht get niet ready tot ze now. Komt, maar word er nu start klaar start looking voor. Good now. Zorg dat je er nu start goed doing uit. Your hair now. Doe je haar nu. Start smelling good zorg now. Dat je er goed ruikt nu. Prepare yourself now. Bereid je voor. If you believe nu. The man is coming, als je if gelooft you believe dat die man the woman komt, is coming, dat die vrouw act komt, like they're coming. Get yourself together. Gedraag je alsof fix ze komen. Your hair, dress zorg yourself dat het er goed up. Uitziet. You have to prepare je moet yourself je voorbereiden for what's to come. Voor wat gaat komen. One scripture says, Eén tekst zegt. Elijah said, Elia zegt. I hear the sound ik hoor het geluid of the abundance of van rain. De overvloed van regen. Before he saw it, voordat hij het zag. He saw it. Zag hij het. Before he saw the voordat physical hij het, rain, in het echt zag. He saw it with his eyes. Zag hij het met and, zijn ogen. And because he saw it in his spirit en omdat first, hij het in zijn geest nog eerder had gezien. To make preparation begon hij zich al voor te bereiden. Op die I'm telling some of you right now, en ik wil tegen je God's zeggen. About to work a miracle in your marriage, God wil een wonder gaan doen in jouw huwelijk of in jouw financiën. In, your home, in jouw huis. In, our church, in onze kerk. And you have to prepare en jij yourself moet je daarop for gaan voorbereiden. Op die regen. Ik wil dit snel zeggen. The servant de dienaar. Did not believe that rain was coming. Die geloofde nog niet dat die regen kwam. So when he told the servant that the rain was coming. Dus toen de profeet tegen de dienaar zei dat de regen kwam. I don't see it. Zei hij, ik zie het niet. I don't see no rain. Ik zie geen regen. There's going to be people around you. Dus er zullen mensen in jouw leven don't believe zijn. What die you geloven see. Niet wat jij al ziet. They're not going to believe in your dream. Ze zullen niet geloven they're not wat jij believe droomt. In your vision. Ze zullen niet in jouw visie geloven. And the scripture says en de Bijbel zegt that Elijah told him dat Elia to zei, go look again. Ga opnieuw kijken. And the man went back and forth looking for rain. En die man die moest and die berg op I naar don't beneden. See en hij what zag you see. Nog steeds niet wat Elia it got zag. To a point that Elijah got down. En op een gegeven moment was het he zo put ver his head between his knees. Elia met zijn and hoofd he said, tussen go zijn knieën back and look again. En hij zei ga opnieuw seven kijken. Times zeven keer he sent him back. Stuurde hij hem terug. Finally, the servant came en uiteindelijk back and said, kwam de dienaar terug. I see a cloud, en hij zei, ik zag een wolkje. The size of a man's fist. Zo groot als een vuist. And what I'm saying now is, en wat ik nu zeg. Sometimes they won't see it soms zien mensen het until niet. You see it. Totdat jij het ziet. Just because they don't believe you're pregnant, alleen maar omdat jij doesn't mean you're not pregnant. Als zij niet geloven dat jij zwanger bent, betekent niet dat jij niet zwanger bent. Just because they don't see the signs of your alleen omdat zij nog niet zien hoe groot jouw buik is. You're not pregnant. Betekent niet dat, come on, jij, am niet, I talking dat jij niet to zwanger a real bent. Church today. Praat ik tegen een echte kerk. Have dreams on the inside of them. Geloof en purpose on the inside of them. Hebben jullie bestemming in je? And you have to believe in your dream. En jij moet geloven or in jouw droom. You will begin to believe what they believe. Want anders ga jij geloven you wat will zij begin geloven. To see what they see. En dan ga jij zien and wat watch zij this. Zien. En let op. They don't see nothing. Zij zien niks. They don't see it. Ze zien het niet. And so therefore you have to be persuaded dus jij moet in what you believe najagen. About your life. In die dingen, in die dingen die jij gelooft in jouw leven. Script, want anders, will put another vision anders gaan on you andere mensen een script of een visie op jou leggen die niet van God is. David was about to get ready to go to battle and fight. Hij was er klaar voor om ten strijde te trekken. En ze deden Sauls wapenuitrusting aan. En David zegt, dat past mij niet. This doesn't qualify for me. Dit is niet goed voor mij. He threw it off. En hij gooide dat weer af. And he grabbed his slingshot en hij pakte zijn and his slinger rock. En zijn steentje. And he began to do battle with them. En hij begon daarmee don't te strijden te trekken. To put stuff on you laat het niet toe dat andere mensen dingen op jou leggen die your helemaal niet passen bij jou. And your want jouw slinger en jouw steen zijn genoeg. See, the power was not in the armor. Want de kracht lag niet the in het harnas. The power was in the presence of the Holy Spirit. Sitting on the slingshot in the rock. Op die steen en and die some of you look uncommon. En sommige some of you don't look uit. Like you have sommige the goods. Zien er misschien niet uit but alsof it's the anointing hebt, of God. Maar de zalving that's van God. That's rest on you. Dat is wat young op jou man, rust. Young woman, en dan young girl. Jonge vrouw, is the presence man. Of God on your life. Het is God zalving. On you the slingshot in the rock. Alles wat je nodig hebt, die slinger en die steen, die genoeg zijn. Shout. Dus iemand. I am ik ben. A slingshot. Een slinger. And a rock. En een steen. In God's hand. In Gods handen. Say it again. I'm a slingshot. Ik ben een slinger. And a rock. En een steen. In God's hand. In Gods handen. Now watch this here. It's an insignificant slingshot. Het is een klein slingertje. But the power is in the anointing. Maar de kracht ligt hem you in de zalving. You look insignificant. Jij ziet er niet bijzonder uit. But the anointing on your maar de zalving life op jouw is leven going to make the difference. Is wat het verschil and gaat maken. I believe en ik geloof that the anointing of God dat de zalving van is God
resting heavy on the City of Life Church to make a difference in this region. Om het verschil te maken in deze regio. People are going to look towards this place. Naar deze kerk kijken. Going to look towards this church. Naar deze kerk going kijken. To look towards this city. Zullen kijken naar deze stad. For help. If you believe that, give God a shout of praise. Geloof, laten we God daarvoor eren. But you have to prepare yourself. Maar je moet je er al op voorbereiden. For what he's about to bring. Voor wat hij in jouw leven zal brengen. Not only do you have to prepare yourself. En niet alleen moet je jezelf voorbereiden. You have to understand the season. Maar je moet het seizoen begrijpen waar je in bent. 1 Chronicles 12:32 says. En 1 Kronieken 12 vers 32. It says from Issachar. Vanuit Issachar. Men who understood the times and knew what Israel should do. Waar men de tekenen destijds goed aanvoerde en begreep welke koers Israël zou kiezen. 200 chiefs, 200 hoofden, with all their relatives, met al hun stamgenoten, under their command, onder hun bevel. Now you got to understand this text. En je moet dit stuk goed David begrijpen. Was about to go to battle. David trok ten strijde. He had dozens and hundreds of men of war. En hij had honderden en duizenden soldaten. But this particular 200 men, maar deze 200 mannen, were not men of war. Dat waren geen soldaten. These were prophetic men. Dit waren profetische mannen. These were men that understood the times and the seasons. Deze mannen begrepen wat het seizoen en de tijd. They were discerning. Ze hadden onderscheid. They knew what were going on. Ze wisten wat er gebeurde. If you're going to experience en als jij gaat the ervaren wonders of God wat de wonderen van God in dit seizoen zijn, to be somebody dan moet er in the iemand house. In jou in het huis there zijn. Need to be a body people dan in the region moet er een aantal mensen in deze regio zijn the times and die begrijpen welk tijd en welk seizoen wij you ons have bevinden. To know what's going on in Europe je right moet now. Weten wat er in you jouw leven gebeurt. You need to know what's going on in Amsterdam en right now. In you Haag need to know what's going on in the Netherlands now. You gebeurt. Need to know the times and the season. Begrijpen wat er gebeurt, so that you can know zodat jij kunt whether weten to go to the left of naar links or moeten right. gaan of naar rechts. Whether to stand of we moeten stil blijven or staan to go of dat we vooruit moeten gaan. Just like in your house. Net als in je eigen you huis. Need to know what time it is. Je moet weten hoe you laat need to know het is. What season your marriage is in. Je moet weten in you welk need to know what season your physical is, body is of waarin jouw lichaam is. Because what is here? At the age of 70 years old. Want 70 jaar oud. There's some stuff you could do when you were 20. Er waren dingen die je op je 20ste nog kon. That you can't do when you're 70. Die op je 70ste niet meer kan. You got to understand. Je moet begrijpen. The times and the seasons you're in. Wat voor tijd en seizoen jij je in bevindt. In your 20s and 30s. In je 20er en 30er. You can have a baby. Dan kun je een kind krijgen. But in your 70s maar als je 70 bent. And your 80s. En 80. You ain't having no babies. Dan gaat er geen baby komen. Unless you Abraham and Sarah. Tenzij je Abraham en Sarah bent. Come on, are you with me? Volg je dat? You have to know what times and seasons you are in your life for you to understand what God wants to do in this season. Om te begrijpen wat God wil doen in dit seizoen. Some of you are contemplating personal decisions in your life. En sommige van ons zoeken naar keuzes in ons leven. Maybe it's relocating. Misschien is het ons huwelijk of verhuizen. Maybe it's doing more in the ministry. Misschien is het meer in de bediening. Maybe it's been a part of a connect group. Misschien is het deel worden van een connect group. You're trying to figure out what do I need to do in this season of my life. Wat moet ik op dit moment in mijn leven doen? He said the sons of Issachar knew that. En de zonen van Issachar wisten dat. They were discerning. Ze wisten we onderscheid te maken. Your pastor, jouw pastor, he has to be discerning. Hij moet onderscheidend zijn. What God is doing in this region, what God is doing in this in dit gebied en in is it time to plant new campuses? He has to be able to hear from God. He has to be able to put his finger on the pulse of the season and the pulse of the time they're in right now. Voelen van het seizoen en de tijd waarin we ons bevinden. Waar moeten we naar kijken op dit moment? Waar moeten we stilstaan? Hij moet dat weten. And the seasons en wat voor tijd en seizoen wij zijn. You need insight. Je moet inzicht hebben. Prophetic insight. Profetisch inzicht. I believe this house is a prophetic voice. En ik geloof dat dit huis een profetische stem heeft. And the more you get the heart en hoe meer je dat hart of the leaders of this house, van de leiders van watch het this huis, here, the more prophetic you can become. Hoe meer profetisch jij kunt worden. You can't when God sits you in a house. Als God jou in een huis plant. You can only be as prophetic. Dan kun je alleen maar zo profetisch zijn. As your connection. Als jouw verbinding. And your submission. En jouw toewijding. To the angel of the house. Aan de leiding van het huis. There's a verse of scripture.
En er is een tekst in de Bijbel. With Eli and Samuel. Waarin Elia en Samuel. One night Samuel was asleep. Wanneer Samuel sliep op een nacht. Eli was asleep as well. Eli, de priester, sliep ook. And in the middle of the night. Midden in de nacht. Samuel heard a voice. Hoorde Samuel een stem. Samuel heard a voice. Hij hoorde een stem. And said Samuel. En hij zei Samuel. Samuel woke up. Samuel werd and he wakker. Went over into Eli's en hij liep naar Eli toe. He said, yes, Father, en you called ja, me. Eli, u riep mij. Eli said, son, Samuel, go lay back down. Elia zegt, nee, Elia. I didn't call you. En Samuel, ik heb jou niet geroepen. Samuel laid down. Slapen. En Samuel ging and the voice came again. En opnieuw kwam die stem. Samuel. Samuel. Samuel jumped up. Samuel stond he weer ran op. To Eli's hij liep room. Naar Eli toe. Father, you called me, Vader, yes, sir. U riep mij, ja, zo. And Eli probably in frustration. En Eli zei in frustratie. Samuel, go nee, lay Samuel, down. Ga weer slapen. I didn't call ik heb niets gezegd. And he heard that voice again. En opnieuw hoorde hij die stem. And it became a point. En toen werd het duidelijk. That Eli realized. Eli realiseerde zich. The spiritual father realized. De geestelijke vader realiseerde zich. Oh, God is trying wacht even. To speak to him. God probeert te spreken and tot Samuel. It's me talking to en him. Hij denkt dat ik er ben. Why? Waarom? Because Samuel was used to hearing God's voice through Eli. Omdat Samuel gewend was om Gods stem door Eli te God horen. Was preparing en nu was God Samuel aan het voorbereiden. Not to have to hear from Eli, niet alleen om weer but via to hear Eli directly te horen, from maar om rechtstreeks van God te horen. And look what Eli told Samuel. Kijk wat Eli tegen Samuel zegt. When he came back, he said, toen hij terugkwam, zegt hij. Samuel, the next time you hear that voice, Samuel, de volgende keer dat je die stem hoort. You say, speak, Lord. Zeg je, spreek, Heer. Your servant hears you. Uw dienaar and hoort the scripture u. Says that Samuel laid back down. En de Bijbel zegt Samuel ging weer liggen. And he heard that voice en hij again, hoorde die stem Samuel. Opnieuw Samuel. And he woke up and en he Samuel said, speak, stond Lord, op en zegt spreek your Heer. Servant hears you. Uw dienaar hoort he was u. Now able to hear God for himself. En nu kon hij opeens God zelf horen. But he submitted maar hij onderwerpt what he was hearing aan wat hij hoorde. Eli first. Allereerst aan wat Eli, wie Eli was. I'm telling you, God's going to speak to some of you en ik guys. Zou je zeggen, God zal in jouw he's leven spreken. Lead you to do something different. Sommigen he's going to lead you to do something new. Iets nieuws and your leren first leiden, step is, doen. En jouw eerste go stap submit is, it to the Eli of this house. Onderwerp jou en jouw stem aan de stem van Eli van dit huis. Go submit it to the Eli of this house. Onderwerp je aan Eli in and dit huis. And trust that God will give him the right en vertrouw dat God hem de juiste right stem, de juiste richting geeft in jouw leven. Om jouw leven te leiden. Prepare yourself. Bereid je voor. Understand the season. Begrijp dit seizoen. And watch this here. En luister goed. You got to be willing to sacrifice. Je moet ook gewillig zijn om offers te brengen. You're not going to see wonders. Je zult nooit wonderen zien. If you're not willing to sacrifice. Als je niet bereid bent om een offer te brengen. Tijd. Energy. Energie. And your talent. Jouw talent. Now just one more time. Nog een keer. Just so I can know who I'm talking to. Zodat ik weet tegen wie ik praat. Who believe in miracles? Wie van jullie gelooft in wonderen? Who believe that the power of God wie gelooft is still available dat today? De kracht van God yeah. Vandaag nog steeds so, dingen kan doen? So you are a prime candidate. Dus jij bent een kandidaat. For the God of wonders. Voor de God van wonderen. To manifest wonders in your life. Om je om wonderen te doen in jouw leven. One scripture says, eyes haven't seen. En één woord. Ears have not heard. Tekst zegt, ogen hebben niet gezien en oren hebben niet gehoord. The heart of man, en dingen zijn nog niet in het hart van mensen gekomen wat God voor somebody diegene shout, heeft I believe. Die geloven. Geloof je? Amen. I believe. Ik geloof. I believe. Ik geloof. John chapter 12. En Johannes 12. Verse 24 says vers 24 zegt het volgende. Surely, surely I say unto you. Zeker, ik verzeker u. Except the corn of wheat. En als een graankorrel niet falls into the ground and niet in aarde valt, dan sterft het. Dan blijft het alleen één graankorrel. Maar als het sterft, it bring forth much fruit. Dan draagt hij veel vrucht. Anybody ever planted seeds before? Iemand van ons wel eens gezaaid? Well, okay. So the seeds does not bring forth fruit. Weet on je, the counter. Het zaad brengt niet zomaar op jouw plank vrucht voort. Right? Toch? You had to plant the seeds je moet dat planten in, the ground. In de grond. They had to be sacrificed ze moeten geofferd into worden the ground. In de grond. But if you're so enamored maar als je zo vasthoudt aan de schoonheid van het zaadje. Oh, deze mooie all kleine zaadjes. Ze zien er zo mooi uit. Leave them on the ik zal ze hier mooi laten liggen. Because I like how they look. Want ik hou van hoe ze eruit zien. You rob yourself dan beroof je of jezelf the potential of van the de potentie van het zaad. Because you love the seeds so much, zaad, and you think the seeds is all you're going to get. En je denkt dat is alles wat ik ooit but krijgen. The power is in the seed. Maar de kracht ligt except in het zaad. Except the grain of wheat falls into the ground and dies. Dat het wel eerst moet in de grond moet sterven. But if it's planted, maar als it het dan geplant wordt, much more dan zal het fruit. Veel meer vrucht dragen. Come on, give God a shout of praise. Laten we God prijzen daarvoor.
You have to be willing to sow it. Je moet het zaaien. You have to be willing to sacrifice. Je moet het offeren. Believing that he would give it back to you. Geloven dat hij weer zal teruggeven in min, veelvoud en toename. Think about this. Denk hier goed over na. Anything significant. Iets wat dan ook wat bijzonder is. Anything of great value. Wat ook grote waarde heeft. If you're going to see it, als jij dat zult zien, must be a sacrifice. Dan zal er een offer zijn. Jesus Christ himself, Jezus zelf, became a sacrifice, werd een offer, because he said, except the grain of wheat falls into the ground and dies. Zegt, hij accepteerde, want tenzij wij niet cannot come sterven, zullen we nooit oogst zien. Think about that. Denk erover na. Jezus werd een offer. Jesus is that wheat. Jezus is dat zaad. That had to die. Dat moest sterven. Op het kruis. He said, en hij zei. He said, except I be lifted up. Tenzij ik. I can't draw. Tenzij ik weer opsta. Dan zal ik nooit mensen naar me toe kunnen trekken. Maar als ik weer uit die aarde opsta, dan zullen alle mensen naar mij toe kunnen komen. En hij werd daarmee een offer. Hij werd daarmee een offer. En elke grote beweging van God op aarde, elke opwekking die eerder al is geweest, elke grote beweging, elke grote verandering in de maatschappij in deze stad, het vraagt offer. But how many of you know that the sacrifice, maar hoeveel van ons weten dat een offer worth sacrificing de moeite waard is om te offeren, of the fruit that's gonna come vanwege de vrucht die gaat komen? Men, is your marriage worth you sacrificing your will? Mannen, is jouw huwelijk het waard om je eigen wil Women, te offeren? Is your marriage more important worth sacrificing? Maar vrouw, is jouw huwelijk het waard om offers voor te brengen, see, voor een beter huwelijk? Imagine a couple. Stel je voor een stel. That they both have to have their way. En dat ze allebei hun eigen Nobody weg gaan. Wanna bow. En niemand Nobody wanna sacrifice. Buigen of offeren. It's gonna be a miserable couple. Dat wordt een heel ingewikkeld stel. I learned long enough, a long time ago. En ik heb lang genoeg geleden geleerd. Dat mijn vrouw. Just let her be right with certain stuff. Ik moet haar soms gewoon gelijk geven. Just refuse to have to be right. Laat maar dat ik zelf niet oké ben. You ever had a late conversation? Heb je wel eens 's avonds laat gepraat? And you're ready to go to bed? En dat je klaar bent om te gaan slapen? But you wanted to be right also? Maar dat je ook nog wel gelijk wil and hebben? The conversation could have ended 20 minutes ago. En 20 minuten eerder had dat gesprek al klaar kunnen zijn, maar ja, had Come wel on. Gelijk willen hebben. Sacrifice and just say you're right. En zeg, okay, je hebt gelijk. Right. Je hebt gelijk. So that you can go. Zodat so jij kunt gaan slapen. Sacrifice your offer rights jouw to be right. Recht om recht gelijk te hebben. You got to sacrifice. Soms moet je dat offeren. You have to let go. Je moet soms dingen laten. Because something's greater is going to come. Omdat iets groters daaruit voortkomt. After the sacrifice. Na dat offer. Nothing great ever happens without a sacrifice. Niets geweldigs kwam ooit zonder een offer. Nothing of significance. Niets wat echt impact happens maakte. Without sacrifice. Gebeurde ooit zonder you offer. Must be willing to sacrifice good days. Je moet goede dagen bereid zijn om te for offeren. Greater tomorrows. Voor grotere I'm morgen. I'm saying again, you must be willing. Je moet bereid zijn to sacrifice om te offeren. Good days, goede dagen, for greater tomorrows. Voor geweldige morgen. Here's an example. Bijvoorbeeld, if you have debt, of jij schulden hebt, and you want to go shopping and je spend gaan some shoppen, money, en je wilt geld uitgeven, but you want to fix your credit, maar je wilt ook dat je weer you have a brighter future. Schulden komt, dus je een betere you toekomst have to sacrifice today, als je het vandaag moet offeren, for a better tomorrow. Wat je uiteindelijk morgen beter zal Are zijn. You with me? Snap je dat? You got to be willing je moet to bereid zijn sacrifice. Om te offeren. For a bigger purpose and a bigger dream. Voor een grotere droom en een grotere bestemming. Last thing and we're done. Het laatste voor vandaag. You gotta stay hungry. Je moet hongerig blijven. Prepare yourself. Bereid jezelf voor. Understand the season. Begrijp het seizoen. Sacrifice. Offer. And stay hungry. En blijf hongerig. Have you ever been hungry before? Heb je wel eens hongerig geweest? Some of you are hungry right now. Sommige van jullie hebben nu honger. Some of you are ready for me to start preaching, so you. Sommige van jullie wachten tot ik klaar ben zodat je kunt gaan eten. your stomach's talking to you. Jouw maag praat tegen je. What? What do you do when you're hungry? Wat doe je als je hongerig bent? You go find something to fill that void. Je gaat op zoek naar iets om fill die that place. Leegte te vullen. If we're going to see God's wonders in this season, als wij Gods wonderen in dit seizoen we're see the power of God gaan zien en zijn kracht gaan ervaren in dit seizoen, we have to be hungry for wonders. Dan moeten we hongerig zijn voor we got to be hungry for His glory to rest on this place. We moeten hongerig zijn voor zijn glorie. We got to be hungry for the other campuses to be filled. We moeten hongerig zijn dat die andere campuses gevuld worden. We got to be hungry to be an example dat die andere, to the neighboring regions. En we willen hongerig zijn and the om neighboring een voorbeeld te zijn voor de you regio en de steden om ons hungry. Heen. We willen hongerig. Scripture says in Psalm 42 verse 1. Psalm 42 vers 1. As the deer pants. Er staat zoals een for streams of water. Naar stromend water. So my soul pants for you, zo my God. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. So to
to make that scripture plain. Om dat duidelijk te maken. It's saying like a deer. Het is zoals een hert. That's running through the woods. Dat door die bossen rent. That's thirsty for water. Is running and searching in the woods. En het is op zoek in die bossen. Naar water om te drinken. It's going back and forth, thirsty, looking for water. Dorstig op zoek naar water. He said just like a deer. Net zoals dat hert. Panteth for the water brook. Dat op zoek is naar het water. So panteth my soul. Zo zoekt mijn ziel naar u, o God. You got to get hungry in this season. If you're going to see your marriage whole. Als je wil you got to get hungry in this season. If you're going to find yourself out of debt. You got to get hungry in this season. If we're going to see our community saved. You got to get hungry in this season. If you want to see the dark cloud over our nation push back. You got to get hungry for the righteousness of God in this season. If you're going to see the wonders of God. Als we willen dat zijn wonderen gebeuren. Zeg iemand, ik ben hongerig. Come on, shout, I'm hungry. Zeg, ik ben hongerig. I'm hungry for your presence. Ik ben hongerig voor uw aanwezigheid. I'm hungry for your glory. Ik ben hongerig voor uw glorie. To be made manifest. Om zichtbaar te worden. In my life. In mijn leven. You got to get hungry. Je moet hongerig worden. As the heart. Het hart. As the deer. En zoals dat hert. Panteth. Dat zoekt. For the water brooks. Naar het water. So panteth my soul. Zo zoekt mijn ziel. After thee, oh God. Naar u, o God. Come on, stand to your feet. Laten we staan met elkaar. Ik wil bidden. Ik wil bidden. I want to pray that an appetite. Ik wil bidden dat een honger. For the salvations of souls. Voor de redding van zielen. For the salvation of regions. Voor de redding van regio's. And cities. En steden. To be snatched. Dat iets is dat in ons komt. Dat het uit de duistere handen gepakt wordt. En in de handen van leven gebracht wordt. Geloof jij? That City Life Church. Could be an example. Dat een voorbeeld kan zijn. To neighboring cities. Voor steden om ons heen. Neighboring states. Voor provincies om ons heen. I speak prophetically now. Ik spreek profetisch. That there are leaders in here. Dat er leiders hier that zijn. There are more pastors dat er in this meer pastors in dit there huis are more zijn. Campus pastors dat er meer pastors in dit huis zijn. There are more small group leaders in this house. In dit and huis you zijn. Don't even know it yet. En jij weet dat zelf nog niet. But as you birth forth a hunger maar terwijl jij and an appetite for God to change nations, voor God om dit land cities, te veranderen en deze stad te veranderen. He's going to put a burden on our leaders. In onze he's going to put a burden on our pastors. Leggen, for the angels of this house to bring forth more and watch this here. God's going to call you forth. God's going to call you out. There's couples in this place right now. You didn't even realize why God sent you to this house. It was a divine setup. Jesus said to his disciples at one point, I must needs go through Samaria. Why? Because there was a woman at the well. She was thirsty. She was hungry. And I'm telling you that God has sent me here. God, heeft jou hier God has sent you here God heeft jou because hier there's gebracht, a woman, there's a male that's at a well die wacht going bij die to get natural water. En die zoekt eigenlijk een natuurlijke but Jesus water. Came there maar God, Jezus to give kwam daar water. Om een geestelijk water and te geven. I believe that God's going to use you en ik geloof dat God jou zal gebruiken om mensen een geestelijke bron te vinden. And I really sense en ik ervaar dat there's a few older people in dat here. Ook een aantal oudere mensen hier zijn. You feel like that you're done. Jij hebt misschien het idee dat het een beetje your klaar time is up. Dat jouw tijd bijna just op is. Let the young people run dat de jonge thing. Mensen een beetje moeten gaan. Okay, cool, no problem. Maakt niet uit. But there's still work for you maar to er zit do. Nog steeds dus werk ligt te wachten op jou. We hebben de Jozua's nodig. Moses. En we hebben ook de Mozes nodig. We hebben we die mensen nodig van de wijsheid en de kracht. En die and dingen om samen op te trekken voor wat God wil doen in deze stad. En ik heb een heel sterke roeping. Some senior citizens, some senior saints, dat er een aantal oudere mensen in deze kerk zijn. That feel like there's nothing for them die misschien het idee hebben dat er niet te veel meer te doen is. This, dat de jonge mensen hier nu een beetje mee gaan rennen. And dat de jonge generatie komt. They do have a lot of it. En weet je, het is ook zo but dat zo is. But there's something in you maar er is iets in jou. That you have to bring to the table, wat jij nog steeds moet brengen have to bring naar die tafel. To the house, en dat jij nog steeds moet brengen in dit huis. Omdat God jou wil gebruiken. Om deze plaats naar de volgende te doen bewegen. Ontvang je dat? Hallelujah. Ontvang je dat? I want to pray. Ik wil bidden. And then I'm gonna turn this over to my interpreter. En dan draag ik het over aan mijn vertaler. But I always want to pray a prayer of faith. Maar ik wil een gebed van geloof bidden. That God will cause this church dat God deze kerk to see a city save. Zal gebruiken om de stad gered te zien worden. To see a city elevated. Om een stad verhoogd te zien worden. And to see a city be an example. Om een stad een voorbeeld te zien zijn.
I believe this is the place. En ik geloof dat dit de plaats is. The presence of God. Dat de aanwezigheid van God resting heavy over this hier house. Zwaar rust op dit huis. To save other people. Om andere mensen te redden. Save other cities. Om andere steden te redden. To be exalted. Om verhoogd te worden. On a hill. Op een heuvel. A city. Een stad. That can't be hid. Die niet verborgen kan zijn. A city. Een stad. That is an example. Die een voorbeeld is. Come on, lift your hands towards heaven. Laten we onze handen uitstrekken naar God. Heavenly Father, I pray. Hemelse Vader, ik bid. That you anoint those hands. Dat u deze handen zalft. Anoint those minds. En deze gedachten zalft. Anoint those hearts. En deze harten zalft. To be used by you. Om door u gebruikt te worden. In this season. In dit seizoen. In a way they've never seen before. Op een manier die nog nooit I gezien is. En ik spreek uit dat u in hun harten vuur legt. En dat u hun geest in brand zet voor de jonge mensen en de oude mensen. Walk together. Dat ze samen zullen optrekken in kracht en in de zalving. En dat deze regio zullen veranderen. En dat landen gered zullen worden. Dat regio's gered zullen worden. Vanwege de geest die rust op dit huis. We give you praise. We geven u aanbidding en we geven u eer. We geven u die eer. In Jezus' naam bid ik dat. Come on, let's give God a shout of praise. Come on, let's give God a shout of praise. Laten we hem prijzen. Come on, let everything that has breath. Come on, let's give God a shout of praise. In deze plaats. Halleluja. Wauw, wat een bijzondere boodschap was dat. Ik weet zeker dat het je uitgedaagd heeft. Mij in ieder geval wel. En het verbaasde me hoe relevant Gods woord kan zijn. Ook al is het misschien iets wat uit de oude doos komt. Weet je, komende zondag hebben we een laatste aflevering van Wind in Your Sails. Onze serie over de Heilige Geest. Pastor Mathilde gaat spreken. Er wordt een krachtige boodschap over de Heilige Geest in onze levens. In jouw leven. Dus ik nodig je uit alvast bij deze om erbij te zijn. Mis het niet. Get ready. En we weten allemaal, de kidstream is om 8:30. Volgens mij kijken stiekem de meeste van jullie daar ook al naar. Zondag wordt een mooie zondag. Laten we ons klaarmaken. En laten we ondertussen bidden en staan met al diegenen om ons heen. Die ons zich aan het voorbereiden zijn op de teams en de mensen die dat doen. Op de zondagen dat we weer fysiek diensten mogen hebben. Tot zondag.